Kijk, dit is meneer Brouwers. Oké, okay. Meneer Brouwers heeft een, wat is dat? 61 nog wat of net? Ja, Nokia 61. Nou, dan gaan we naar Armin Bloemen en naar Vincent. Die hebben even hun zakken leeggemaakt, mensen. Ja. Ik heb de nieuwe BlackBerry. Ja. Die van Vincent is groter. En twee iPhones. Ja, wacht even. De nieuwe BlackBerry, wat zei je als tweede? De nieuwe BlackBerry, 2610, ja? Heeft een prachtige camera en ook afspelen van podcasten en video. Ja. En een mooie camera. En ik heb twee iPhones. Ja, maar daar kan je weer niet meer bellen, heb ik gegeven. Ja. Die kun je allebei mee bellen. Nee, die is allemaal gewoon, kun je allemaal mee bellen. Dus geen probleem. Maar ik heb mijn BlackBerry een halve dag moeten opgeven in plaats van mijn iPhone. En ik wil zeggen, de iPhone is horrible. Geweldig rot om gewoon dagelijks mee te werken. Dit ding is fantastisch, dit ding is kloten. Het toetsenbord werkt niet. In mijn adressenboek van 4000 mensen vinden is onmogelijk. Geen cut en paste. Ja, dus de kop van mijn artikel wordt iPhone is kloten, zegt Vincent. Vincent zal nooit een Apple event moderator vanaf vandaag. In de praktijk is iPhone dit over de kloten. Erwin, jij hebt hem ook. Die was er ook heel blij mee. Nee, oké, maar... Als iPod is hij fantastisch. Als iPod is het een droom. En als de mooiste iPod die er is. En ook als wifi browser is die ook gewoon super mooi. En als temperatuurmeter en als YouTube player is die heel mooi. Maar als e-mail en kalender en zo en als billen. Je neus mee krabbelen. Dus ik hoef niet jaloers te zijn op jouw iPhone. Eigenlijk. Nee, je moet een BlackBerry 63 kosten. Okay. Maar ik ontdekte ook weer. Ik heb dus deze 6300 of de 8300 gekocht. Ja? En dat is de verkeerde versie. Oh. Want deze, de 8310, heeft namelijk GPS. En is precies hetzelfde, maar die heeft GPS en wifi ingebakken. En dan heb ik net gewoon gisteren deze nieuw gekocht. En nou blijkt gewoon dat ik niet de 8300, maar de 8310 moet hebben. Zit er weer geen GPS in en geen wifi. Gadget mistake. Amazing. Kijk, balletje. Ja, balletje. Hey, en wat heb jij allemaal bij je, Erwin? Nu ben jij hier. Eigenlijk niet zo veel. Dit is het belangrijkste, want dit is een vervangend pistool waar je wel mee kan. De Vanessa Hessler's fanclub is nog vrij. En natuurlijk heb ik een iPhone. Ik heb twee iPhones. Kom zo naar jou. Ik heb een telefoon waar je ook gewoon filmpjes hebt. Oh ja, dat is handig. Ja, daar ben ik wel een klein beetje jaloers op. En jij had het over waar Stekel het nog steeds over had. Vanessa Hessler. Even kijken. Raaphoorns, marketing, fashion.